Hallo, hier spreken jullie zelfbenoemde minister van enthousiasme. Ik ga het komende jaar het land in om zoveel mogelijk mensen toe te spreken. Omdat ik wil proberen wat dingen die te lang zijn blijven liggen nu eens te veranderen. Want het kan. Ik wil uitleggen om welke zaken het volgens mij gaat en vooral hoe ze kunnen worden veranderd. Proberen uit te leggen waar de dingen echt helemaal mis zijn gegaan. En laten voelen hoe je juist daarom kunt lachen. Want als je eenmaal om dingen kunt lachen, dan neem je ze minder serieus. En dan zijn ze makkelijker te veranderen. Ik zal vertellen over echte blunders. Natuurlijk ook over waar ik allemaal mee op mijn bek ben gegaan. Als troost. Om te mogen denken, nou dan valt het met mij allemaal nog wel mee. Ik wil grote misverstanden terugbrengen tot dagelijkse missetjes die iedereen wel eens heeft meegemaakt. Ik zal speechen voor mensen die nog nooit een speech hebben gekregen, maar het wel verdienen. Ik leg uit hoe een leraar, die mij als jongetje ooit tot mijn enkels heeft afgebrand, mijn leven juist positief heeft beïnvloed. Ik neem de week met u door als in een lieve Marianne column op 538. Ik vertel verhalen die ik nog nooit heb durven vertellen. Ik dans uit de maat. Ik zing zonder ritme. Ik ga door tot ik helemaal kapot ben. Maar jullie juist niet. Ja, ik zet hoog in. Mijn doel is dat de mensen die naar mijn voorstelling komen, erna een leuker leven hebben. Dat er minstens één ding ter sprake is gekomen waarvan je denkt, ja, dat ga ik eens heel anders doen. En je weet, als je één ding verandert, dan verandert vaak de hele bende mee. Dan is niets nog hetzelfde. Dat je later kunt zeggen, de minister van enthousiasme, ja, daar was ik bij.